Ja, en dan gaan we op zoek naar de eigenaar of de eigenaren van deze spullen. Ja, als er een inbreker wordt aangehouden, worden er vaak ook nog spullen gevonden van mogelijk eerdere inbraken en diefstallen. En die spullen wil de politie heel graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. En het heeft nog een reden, hè, dat jullie willen weten wie de rechtmatige eigenaren zijn. Ja, want behalve dat het natuurlijk gewoon heel fijn is om spullen terug te kunnen geven, kunnen we daardoor ook in kaart brengen waar er nou precies is ingebroken en of een verdachte ook verantwoordelijk is voor die inbraken. Ja, nou in dit geval is er op 24 september een verdachte van een auto-inbraak aangehouden in de archipelbuurt in Den Haag is dat. Ja, en deze man die had nog meer spullen bij zich waarvan wij het vermoeden hebben dat ze van diefstal afkomstig zijn. En daarom willen we ze hier graag laten zien. Het gaat om twee gouden manchetknopen met een zilveren strepenprofiel in het midden. En manchetknopen in de vorm van het vroegere kwartje. Diverse munten met buitenlandse valuta uit verschillende jaartallen. Een blauwe afstandsbediening van het merk Nice. Een powerbank van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. En een witte iPhone 5 voorzien van een zwart hoesje. Zit er nou iets van u bij of weet u van wie de spullen zijn? U kunt bellen met 0800 60 70 of contact opnemen via WhatsApp.